Wow, wordt helemaal schoon. Ja. Oh, nog een horloge. Nog eentje, moet je kijken. Ja. Oh, er zit een horloge in. Kijk eens, we halen alleen water hier ook. Netjes. No sponsor, hoe is het? Ja, lekker met jou. Lekker man, dit nieuwe gimbal. Ja, laat eens even zien, hoe gaat die? Je gaat zo. Chique. Je houdt alles in de gaten. Lijkt me. Nee, we gaan vandaag magneetvissen in Amsterdam. Ja. En het is al een lange tijd geleden. Een lange tijd geleden. Hier, de deur wordt voor je opengehouden. Als het lift gaat er zitten. Heb je niet dat shot nog, dat ik toen die paal eruit trak met die paling erin? Ja, zeker. Alleen die moeten we nog even gebruiken. Ja. Alleen dat. Oh ja, kan je vertellen? Die is goud. Ja, die heb ik nog, ja. Kan je vertellen wat je hebt gevonden in die paal? Die was goud. Het was in Amsterdam-Oost ook? Ja. We hebben hem gevonden na al die jaren. Het palingkrab. Nee, palingkrab. Ik heb dan die klauwen. Geef hem een muntje, hé. Geef hem een muntje. Dat is meneer Kras. Wat gaat hij doen? Is hij blij ermee? Maar ik denk het wel. Ik denk dat hij zo het water in gaat met een muntje. Kom, we helpen hem wel een beetje. Neem dat muntje maar mee. Wat gaat hij doen met een muntje? Wat zal hij ervan gaan kopen? Ik weet niet. Een krabburger. Een vestje. Nee! Hij heeft gewoon een muntje meegenomen. En een liter geld los. Nee, hij heeft hem meegenomen. Hij hoeft je eens wachtgeld. we houden altijd de locatie een beetje geheim. Hè. En ik gooi dat ding erin, joh, zwaar dit en dat. En opeens komt er gewoon een paal uit. Het lijkt wel een. Je hoort een lantaarnpaal. Ja. Nou, op een gegeven moment glijdt er gewoon een dikke paling uit, joh. Echt zo. Echt? Paling! Nee, pak hem! En Isabel pakt dat ding, poep, gewoon bij zijn kop gelijk, ja. En die had hem. Nee, hij bijt niet. Hij bijt niet. Oh, hier. Ja, dat is van ons al. Ja, ons bijt die man. Hij stinkt wel. Wat doe hem terug? Jawel, ze eten ook mensen. Ze eten daarom palingspaling, omdat ze in de paal zitten. Ja. Weet je waarom trouwens bij die vorige storm was de zee niet weggeweid, hè? Omdat er zoveel haring in zit. Haringen. Die houden de zee vast. We hebben toch een lul. Hé, we moeten wel even een nummer maken, jongens. Maar we hebben een beetje een writersblok of zo. Misschien moeten mensen gewoon ideeën gooien. Ja. Begin gewoon met een stukje tekst en dan. Bouw daar gewoon verder. Ja, dat één iemand in de reactie begint met een zin en dan daaronder zo. Ja, maar dan moet je wel één beginstukje tekst beginnen. Ah ja. Nou, verzin jij wat dan? Ja, ik ben niet zo goed in liedjes. De eerste zin. Als we een stukje van die beat laten horen, nu een klein stukje, dan kunnen mensen in de comments gewoon een vette... Ja, dat kan ook, ja. Vette tekst zetten, misschien wordt die wel gebruikt. Ja. Ja, dat kan ook. Ja, ik vind dat wel, ja. Ik zou zeggen, knal hem aan, Dian. Dat is op de crazy house en dat zei hij ook al. Dan gaat die hele vloer altijd helemaal zo in. Wat een zieke skatebaas, hè? Doop. Wow. Nice. Kennen jullie deze brug al? Nee, dit is wel een goed bruggetje, hoor. Ik denk het ook al. Ik het niet. Kijk eens, er zitten allemaal parkietenbap. Hoor je hem? Van natuurdocumenten is gewoon wel een plaatje erbij doen. Er zit een parkiet in die boom, gaaf hè? Hoor je die parkieten allemaal daar? Ja. Dat maakt onze dag altijd goed een beetje. Parkieten maken onze dag altijd heel erg goed. Maken parkieten jullie dag ook wel eens goed? Dat is geen gouden nil, maar ik vind het wel echt fucking leuk dat er parkieten in ons land groeien, toch? We zijn hier al een keer geweest, vroeger. En de politie heeft hier al een keer gedoken, maar zegt niks. Meer kut. De eerste gooi, jongens.
Ik ben echt benieuwd, dit hebben we echt al een lange tijd niet meer gedaan. Ja, mag wij het vinden jullie leuk dat we dat weer een keer doen? En we Jordan hebben meegenomen. En de volgende keer gaan we een vlot maken. Ja, daar heb ik wel zin in, dat vind ik wel leuk. Daar heb ik een tekeningetje van gemaakt, een klein beetje. Kijk, we nemen twee planken die achterin de bus passen. Vier blauwe tonnen, dan doen we gaten door die planken heen, dat er een spanband erheen kan, zo. Dan verbinden we die samen aan elkaar. Monteren we hier dat fluistermotortje op en dan kunnen we op plekken komen waar we nooit in moeten zweten. Ja, lachen man. Ja, leuk man. Dat is echt en wordt ook mooi weer, dan ken het ook gewoon. Ja, het zonnetje schijnt. De lucht is blauw. Wij willen hem flitsen, heel gauw. Wat heb je gevuld in Jordan? Nee, fietsen. Ik dacht iets zieks, maar het was een fiets zonder voorwiel. Nou nee, ik vind het aardig ziek hoor. Ik geloof dat het hier zijkantjes zijn. Wow, wow. We gaan kijken hoe Jordan dat gaat doen. Wow, kijk dan, dikke wedstrijdfiets. Waterfiets. Waterfiets. Ik heb wel eens een keer zo'n filmpje gezien dat iemand zo op zo'n fiets ging als dit ging fietsen. Ja, het is goed. Ja, ik zweer het, zonder voorwiel. Nou, ik vind het wel heel mooi hoor. Ik vind het mooi, hè? Ja. Dat is dorpfiets. Dit is toch wel de lelijkste kunst die ik ooit heb gezien. Oh, wat is dit lelijk. Wat is dit lelijk. Ik heb echt veel dingen gezien, maar dit is echt super. Heel langzaam. Super lelijk, man. Zo, nou. Lelijk, man. Oh, kijk dan, Jordan. Lekker. Nee, de batterij is eruit, de sim is eruit. Ik ken hem weer bellen eindelijk. Hier niet, hier is iets vergeten uit te halen. Oh, nou dus toch even een mooi telefoontje. Ah, oh, er zit nog zelfs plastic hier op, man. Dat is wel zuiniger op geweest, hoor. Ja. Gaat hier in de vitrine, Jordan? Osdorp, telefoon. Ja. Dit gaat er niet. Deze zijn wel recent, ja. Ja. Het zal te maken hebben met de kermis en het snuiven in je neus. Ja, er zit de kermis hier al. Trouwens, Revolution Race, reclame. Komt ie. Reclame? Oh ja, zeker reclame. En deze keer weer van Revolution Race. Het outdoor merk van nu. Het past ons goed, omdat wij natuurlijk eigenlijk altijd outdoor zijn. En ja, waarschijnlijk heel veel van jullie kijkers ook. Dus daarom is dit ook gewoon een malse aanbieding. Revolution Race heeft gewoon overal over nagedacht. Aan al die zwetende mensen die wat lucht, ventilatiegaartjes nodig hebben. Bij de benen, onder de oksels. Die broeken van Jim en Brian, die zijn dus inderdaad helemaal ventilerend. Zijn ook nog eens inderdaad waterdicht. En dan als je naar mijn broek kijkt, ik heb dan weer een leggingbroek. Dat is een totaal andere broek, maar super flexibel. Als je dus in bunkers wil kruipen, als we over bergen heen moeten lopen. Het is ideaal. Ik vind het echt niet normaal. Amazing. Amazeballs. Dus ga gewoon even lekker naar de website van revolutionrace.com. Klik, klik, klik. Klik daar je favoriete broek aan, je jasje en druk op de What's Dutch MD15 kortingscode. Nou, en dan is het gewoon Helemaal. Ja, genieten geblazen. Nou, we gaan weer verder hoor, met de aflevering. Ga niet uit de knoop, ik schijt. Dan hoop je dat er iets bijzonders tussen zit. Ja. Brian, ja. Dit is goed, ja. Een schepje en een wieltje. Wat is het? Een fietsje. Hier, kijk. Daar heb je juist deze nu hoor. Ja. Die ligt er altijd, ja. Brian moet even helpen, denk ik. Om die vast te houden. Ja, dat is ja handig, weet je. Dat scheelt je echt de uren trekken en doen. Gewoon die touw van, dan leg ik hem even ergens neer. Ja. Zet hem gewoon hier tussen. Hier aan de Costa del Sol, tringelingling, daar sloeg mijn hartje op hol. Hoe kon het mij verwarmen, hier op die Costa del Sol. En die hond blij, joh. Ik moet toch nog zeggen, Jordan heeft echt een super dikke ding gevonden. Een pikan wel. Waarvoor ligt dat hier dan? Dit is gewoon... Ja, vermoedelijk hebben ze hier mij gewoon die grachten gegraven en is het gewoon gebroken en weggegooid. Dat is toch niet iets wat je normaal nodig hebt? Zeker dat is wel niet, vet. Dat is wel vet. Zeker niet in Amsterdam. Een pikau wel, ja, dat is echt leuk. Kijk, je ziet toch dat je... een krabbetje ernaast, zie je hem? Waar zit hij? Hiernaast. Oh ja, ik zie hem. Natuurdocument. Ja, hier zit hij. Kijk, dan weer zo'n poort. Ja, dat is allemaal oud, dat is ook allemaal jaren vergiet. Allemaal een vergietje, joh. Zie je? Zo, is helemaal vergaan hier.
Ja, hier hoor, vind je wel lekker ijzer, man. Kijk, Jordan had ook wel dat haakje hier en natuurlijk die pikkel wel. Maar wat zie ik hier tussen liggen? Gewoon een hakbijl. Ja, dat is toch wel vet. Dat is toch wel leuk. Waar heb je al? Je hebt gewoon iemand uit zijn bus gegooid, man. Denk je niet? Ja. Doet hij het nog? Nee, doet het niet. Ah. Wat is dat? Hij heeft vrienden gemaakt. Waar? Ja. Zijn er maatjes? Vrienden van Jordan. Ja, hoe komen we nou weer hier tussendoor, hè? Jordan? Ik zag daar iemand glippen. Kijk, er zit een gat in. Heeft iemand dat geknipt? Ja, toch? Of hier? Deze meneer heeft ons toegang verschaft tot het geheime stukje. Dit waren altijd vroeger parkeerplaatsen. Oh. Bomen. Oh. Niet meer. Maar ze gaan de kade, dus denk ik. Kijk, dus we gaan. Dit is gewoon geheim, man. Kijk. Ja. Oh! Er zit gewoon een heel luik achter. Er zit gewoon een heel luik achter die panelen, man. Ah, ja. Nah. Ja, dat vinden we wel leuk. Het is sowieso... Kijk, dit waren allemaal parkeerplaatsen. Oh? Dus we kunnen heus wel wat liggen. Heeft het passagier veel controleren met parkeren? Ja. Ja, oké. Okay, ja, je kan beter wel de parkeerpauze. 6 euro per uur. Nou, ik wacht wel even. Je hoeft niet te doen. Wat gebeurt er daar, Brian? Je zag het. En die mag helemaal echt ver. En dit is echt slecht touw, want het zinkt meteen. Ja, en dan ligt daar ook. In het... Ja. Jordan! See you! Een magneetje ligt in het water. Ja. Hebben jullie dat ook wel een keer gehad? Laat me in de reacties weten. Zuur. Hashtag zuur. Ik had hem ook domme kleine paal. Maar jij hebt de lange versie, dus als we de haak vasthouden, kan ik hem zo terugpakken. Dan gaat hij er ook in. Maar als we bij de haak vasthouden, niet iets langer dan. Nou, oké. Okay. Hebben we hem terug? Ja, we hebben hem terug. En? Ik heb nog veel meer. We hebben nog een bel. Ja, een mooie bijl ja. Trouwens. Je moet ook meenemen. De tweede. Gaan we dan echt een opknopvideo maken van de twee bijlen in een... Oh, ze zijn aan de andere kant ook ergens vast. Oh, ja. Okay. Gewoon een mooie bijl, man. Is dit niet ook zo'n ouwe? Ja, sowieso is de ouwe. Wat hebben we nog meer? Nou, hoe kan je een bijl van zo ver vanaf de plaats? Ja, gewoon weggegooid. Voor de rommel. Kijk wat hij al mooi hebt. Wat heb je hier allemaal? Pannetje. Ja, en die kan je nog, nee niet, nee. Die is geslepen, man. Wat heb je? Ik weet het niet. Dit is volgens mij van een ketting. Zo, dit is echt een dikke ketting, man. Het is een mooie ketting om voor om de nek. We zagen al het. We hebben het al, kijk eens. We hebben een super dikke moneybox. Ja. En het is een hele oude, een gelddingetje. Kom, we gaan hem openmaken. Ja, dit vinden we leuk. Hoeven misschien... Oh, hij is zwaar! Ja, hij is zwaar. Oh, de gimbal staat er niet meer. Oh. Het is een zware. Hij is echt zwaar. Zo. Hoe krijg je deze nou open, man? Gooien? Of met de... Zo. Wat hebben we nou gevonden? De haak van de... Wel, misschien kan ik hem open met deze. Wow, het wordt helemaal schoon. Ja. Oh. Wacht. Ja, het wordt echt... Knetterschoon. Oh. Ja. Ja. Hij wil niet. Jawel, ik heb een zakmes in mijn zak. Dat is handig. Ik heb niet met paal, denk ik. Ja, ik heb ook alleen met paal uit. Kijk, Hendrik. Ja, maar ik weet niet hoe het van binnen zit. Ja, je kan prikken. Oh. Ja! Pak hij is bijna bel. Open. Pak die achterkant van de bel. Wippen heb je? Oh! Wat zit erin? Zakjes, bubbelfolie. Oh, de drugs spuiten. Oh. En een horloge? Nee! Wacht, ik moet filmen wat je eruit had. Kijk eens. Er zit gewoon een Rolex in. Nee. Ja! Oh, dat is wel even. Nog een injectienaalde. Ja. Oh, nog een horloge. Nog eentje, moet je kijken. Ja. Oh, een horloge in. Wow. Hier zit. Alleen die drugspuit vind ik dat niet zo chill. Zo, dat is wel een Braille? En wat is deze? Ja, die zijn wel dikke horloges, man. Ja. Zo. Zo. Hij is nog goed, hij is waard. Ja. Swatch, switch. Godsamme, kijk dan. Echt, hè? Misschien zet hem nog maar in. Gooi hem leeg. Ja. Oh, kijk even voor die naalden. Ja.
Waar zit er drugsfouten in? Oh ja, allemaal heroïne en nog meer horloges. Ja. Ja, kijk dan, die flesjes toch? Met poeder zit er nog in. Ja, drugs. Ja, kijk je uit. Kijk, er zit nog poeder in. Nee, ik heb straks iemand anders in iets. Ja, ik kijk wel uit. Nee, dit ligt al zo lang, dan krijg je die weer. Nee, maar er zit nog los poeder in. Ja. Hier, wat is die? Maar dat is te roken. Ja, nee, dat is ook nog drugspik. Apart, hè? Wat is dit dan voor vloeistof? Dat is om het op te lossen, man. Ja. Ammoniak of zo. Ja, lijp. Ja, spuitjes en buisjes. Wel een gluisje met horloges en allemaal drugspuiten en nog poeders. Allemaal drugs. Dus als je nog wil, tussen. Ja, hier zit injectienaalden nieuw in. Ze zijn toch niet slecht, hoor. Ze zijn allebei droog. Ja, die kun je gewoon gebruiken, man. Maar even oppoetsen, joh. Ja, dat wordt ook bij de opknapvideo. Ja. Dan hebben we bijltjes, dingetjes en... Ja. Grappig. Uit een geldkluisje. Echt? Kom je niet vaak tegen dat het nog dicht zit en wat in zit? Nee, echt niet. Dit is gewoon echt van iemand. Ja, hier kan ik wel een mooi fotootje van maken. Kluisje met horloges en drugs, dat is hem ook, man. Zo, wat een mooi momentje. Ja. Hadden we gewoon eventjes een heerlijkheidje. Zo, dat horloge keer gewoon met een paar vegen heb je hem schoon. Ja, man. Willen jullie nou zien, want de horloge is al eerder schoonmaken met een video van. Willen jullie nou graag zien hoe het eruit ziet, hoe dat horloge er zo meteen uit komt te zien? Volg ons dan even op Instagram. En Jay mag nou ook. Er komen allebei de links erin. Want dan kunnen wij alvast even een fotootje en een videootje doen hoe de horloges zijn opgeknapt. Dat is natuurlijk wel leuk. Ja. Nou ja, we gaan nu pizza bestellen, dat is veel belangrijker. Of niet? Nee! Wel? Wel, wel. Ik moet voedsel hebben. Oeh, ik heb hier nou iets. What the fuck? Nou, we gaan lekker. We hebben echt al super veel spullen gevonden, jongens. Iedereen doet zijn best. Helemaal wilde haren. Huh. Maar we hebben allemaal mooie dingetjes. Ja, we hebben echt leuke dingen. En Jim is vandaag gewoon de gelukzoeker. Ja, ik had gewoon eens een keertje gooien, een keertje in. Het is gewoon dikke mazzel, hè. Zo, ja, ja, dat is echt niet normaal. We hebben gewoon een dikke... horloges. Ja, dat vind je toch niet iedere dag? En misschien, dat zie je ook vaak bij die horloges, maar even omdraaien. Oh. Dan kan je misschien de... Meet in. Nou, het kan tegen water, dus... Ja, nou, ze zijn ook helemaal droog nog. Dan maar even schoonmaken. Met... Ja. Dat was thuis wel honderden. Kijk. Kunnen we het zien? Oh ja, er staan allemaal dingen op. Ja. Stainless steel. Ja, maar heel soms, bij echt van die hele dure horloges, doen ze ook namen ingraveren. Ja. Ja, lach wel. Wel cool, hè? Ja, ik vind, je hebt echt mooie dingen gevonden. Nee, Jim, gaan ze er wel even opknappen, toch? Ik ga ze poetsen. Kijk, de horloges zijn helemaal schoon. Helemaal droog. En ze hebben toch zeker 20 jaar, denk ik, wel in het water gelegen. Want deze is uit 1997, dat staat eronder. Ja, echt een leuke vondst. Ja. En als ze nog werken, ga ik ze zelfs dragen, denk ik. Ja. Ja, dat vind ik gaaf. Doe ik twee horloges op één hand. Oh. Ja, ja, ja. De week. Maar welke ga je dragen? Deze, denk ik. Dat weet ik nog niet. Heren, ik geef deze aan jullie. Dankjewel. Om te restaureren. Ja, die is echt gaaf. De pickaxe. Kijk, vriend. Dankjewel. Hier, bedankt. Deze 100% gaat... geen anker. Toch? Nee. 100% Jordan. Oké. Okay. Nee. Is een pickaxe. En een bijl. Pickaxe. Nou, we hebben het al leuk gescoord. Ja, ik vind dit het mooiste. Hè? Die doen het voor. Lepels. Dit is lijp. Dit is echt zilver ook. En we hebben natuurlijk de drugspuiten. Weet iemand wat voor drugs dit is? Laat het even weten. Ja, laat het maar weten. In die flesje zit een beetje boeien. Glazen dingen zitten ook allemaal rare spul. Ja, er zal vast wel iemand zijn die zegt van oh, het is dit of dat. Ja, het is heel raar spul in ieder geval. Ja. Pas je op? Ik doe mijn best. En dan liggen we in het level. Kunnen we allemaal heel hard lachen. Ah, ja, worden we opeens plots. En? Maar ik had wel een hoefijzer, maar ja. Het is de beste dingen liggen daar. Ik misschien, ik weet het niet. Misschien daar op een bruggetje staan of zo. Hoor. Ja, ik ga daar even kijken. Waar is de magische microfoon? Outro vergeten. Het zal eens niet. Gewoon weer.